Smirna, waar zijn we vandaag? We zijn vandaag in Tilburg. Bij dit hele mooie fontein zie ik. En wat doen we hier? Ja, we gaan vandaag naar de kermis. Oh, cool. Ik wil altijd naar de kermis gaan. Ja, en laten we ook nog Harry opzoeken, want die woont ook nog in Tilburg. Wie? Harry. Oh, die support. Maar na het filmen, dan ga ik zeker naar de kermis. Ga je mee? We kunnen ook gewoon op de kermis gaan filmen. Oh, dat is wel een goeie. Ja, wie weet, misschien vindt hij die booster, die ik ook wel heel leuk vind. Ja, laten we met Harry in de booster gaan. Ja, en ga jij mee of niet? Ja. Nee. Nou, laten we Harry opzoeken, zou ik zeggen. En dan gaan we dat gewoon doen. Ja. Ik herinner me Harry als een jongen die toch altijd wel bezig was. En dat werd toch in de kleuterklas op school werd dat toch al ontdekt. Als kind zijnde vooral wel veel computerspelletjes aan het spelen. En verder gewoon een normale vrolijke jongen, zeg maar. In mijn vrije tijd zal ik vooral achter de computer te vinden zijn. Af en toe ga ik nog naar de sportzaal, ga ik nog wat krachttraining doen. En een beetje hardlopen in het Goffenpark. Verder gewoon vrienden opzoeken, lekker barbecue, biertje drinken. Gewoon gezelligheid opzoeken ook. Ik zou mezelf beschrijven als rustig, maar ik denk dat ik altijd wel mensen een duwtje in de rug kan geven als het nodig is. En ik denk ook wel een beetje dat het mijn taak is binnen het team. Gewoon een duwtje in de rug geven en rustig aan blijven. Ja, ik vind Harry een hele lieve jongen. Hij denkt veel aan anderen en zorgt altijd dat anderen zich op zijn gemak voelen. Daarnaast is hij eigenlijk heel sociaal, wat je soms niet zal verwachten van gamers. Maar doordat hij met veel vrienden speelt, is hij toch wel heel veel in contact met mensen en ook heel erg sociaal actief. Harry is heel sociaal, heel rustig en kan goed met mensen omgaan. Altijd in voor een geintje en kreeg ook de bijnamen van, het geinkonijn op school. Nee, een actieve jongen. Harry is gewoon heel sociaal en aardig tegen iedereen. Dat hij niet oordeelt, zeg maar. En ik heb Harry niet vaak kwaad zien worden op mensen of zulke dingen, zeg maar. Hij blijft gewoon altijd rustig en altijd ook hoe hij zelf is. Hij zal zich niet aanpassen aan wat anderen van hem vinden, maar blijft hij gewoon altijd zichzelf. Ik denk ook dat door Harry we vooral thuis veel computerspelletjes speelden. En dat hij mij en mijn andere zusje ook echt heeft aangestoken om daar ook in mee te doen, zeg maar. Ik herinner me niet dat Harry nou echt 24 uur per dag aan die computer zat. Ja, er werden wel LAN-parties georganiseerd in de tuin. Er werd de tent opgezet en de vrienden en neven uitgenodigd. En dan zaten ze wel een paar dagen in die tent. Maar zijn huiswerk werd gemaakt en hij ging sporten. En ja, het zat er altijd gewoon bij, ja. Ik zit nu in mijn master Engelse literatuur. Ik studeer op de Radboud Universiteit Nijmegen op master letterkunde Engels. Ik hoef alleen nog maar mijn masterscriptie af te schrijven en daarna ga ik nog een leraaropleiding doen. Voor mijn part ga ik de journalistiek in. Ik bedoel, daar ben ik ook opgeleid met mijn minoren en zo. Dus op dit moment zou ik het echt niet weten. Dat heeft minder te maken met het hele DCL gebeuren. Maar het kan allemaal nog. Leraar of al het andere. Hij is niet een Pietje precies, maar hij zorgt wel altijd dat alles wat hij doet goed afgerond is. En ik heb het idee dat hij binnen het team een beetje de teamdynamiek goed houdt. Altijd een goede spirit heeft hij. En hij zorgt ervoor dat iedereen blijft doen wat ze willen doen. Ik was lekker aan het eten in de refter, lekker broodje aan het eten. En toen zag ik een reclamebordje van kom bij ons gamen, bij Dorans, want we spelen League of Legends. Dus ik had me gewoon aangemeld in mijn eentje en keek wat er gebeurde. En toen kwam ik in een teampje en van daaruit opgebouwd. Het begon al met heel veel stress en in eerste instantie vond ik het allemaal wel een beetje spannend en eng. En daarna
kon ik wel goed in meegaan. En na een tijdje dan laat je het allemaal gewoon over je heen komen. En dan speel je gewoon op je best. En dan vraag je gewoon, wat moet ik vandaag spelen? Dus het begon al wel stressvol. Maar als je het allemaal laat gebeuren, dan is DCL hartstikke leuk. Het kostte me ongeveer 2 weken om te beseffen dat ik daadwerkelijk naar Jakarta ging. Dus voor mij was het vooral heel erg... Het was wel een even zo van... Oh, nu mogen we Nederland representeren. Dus het was wel een soort van schrik, zeg maar, dat het ineens zover was. Dus ik ben er wel heel blij mee. En ja, ik had het niet verwacht. Ja, dat vind ik wel heel leuk. Ik vind het denk ik iets minder eng dan dat Harry het vindt. Want het is toch wel een heel ver weg is het. En een lange vliegreis. En het is, ja, het wordt wel serieus dan, zeg maar. Want spelen in Nederland is al heel erg vet natuurlijk. Maar als je dan ook echt nog door de wereld heen mag, dan voegt toch wel wat toe. Ja, dat is fantastisch. Ik zeg al, het was helemaal niet verwacht natuurlijk. Nou, helemaal niet. Uiteindelijk was het niet verwacht. En ik vind dat geweldig. Nieuwe dingen zien, nieuwe mensen ontmoeten. En dan moeten we vooral veel doen. Ik denk dat ze het heel zwaar gaan krijgen. Maar het is een super mooie ervaring. En heel leuk dat hij dit mag doen. Het hele proces is natuurlijk sowieso heel leuk geweest. Ik heb het wel een beetje gevolgd en dat andere team wat dus echt zo goed was. En die laatste wedstrijden, oh, het was zo spannend. Ik gun het hun natuurlijk ook superveel, sowieso omdat het mijn broertje is. Maar dat hele team ook, ja. Nou, Harry is wel echt een lieve knul. Ja, hij is echt een support. Ja, gewoon een support en hart en nieren. Ja, hij zorgt gewoon altijd voor mensen. Hij is aardig en zo. En het is ook leuk bij de kermis. Ja, het was heel leuk bij de kermis. Behalve dat hele booster gedoe, maar dat... dat heb je toch echt zelf gedaan, hoor? Ja, nee, dat klopt. Hey, luister. We hebben nu 3 van de 6 Doornsleden gehad. Ja, klopt. We zitten op de helft. Ja, dus bij wie heb je het meeste leuke momenten? Leuke momenten. Lastig. Maar ik vond het eigenlijk toch wel heel erg gezellig bij Job. Ik weet niet, ik vond echt zo'n familiesfeertje bij hem thuis. Dat vond ik wel fijn eigenlijk. Ja, lekker groot huis, lekker rond de tafel ja, zitten lekker gegeten, eten. Met z'n allen kindervideo's gekeken en zo. Ik vond het wel leuk. Ja. Dus wat vond jij nou? Ik vond het bij Jasper wel leuk, maar ik denk dat het leukste is gewoon tot nu toe bij de kermis, bij Harry. Dat was gewoon leuk, behalve de booster na. Maar dat ja, was ook, is gewoon kermis, dat, gewoon leuk. Dat was ook gewoon een leuke ervaring in zich. Dan weet je dat je niet meer moet doen. En dat was een kat, dus dat is altijd leuk. En kermis, altijd plezier. Ja. Maar wie gaan we nu naartoe? Ik weet niet, iedereen zegt elke keer dat Rudo zijn try-out is. Dus ik ben best wel benieuwd eigenlijk. Oh, gaan we naar try-out Rudo? Ja. Awesome. Ja, de team captain. Hij is team captain, hè? Ja. Ja, maar misschien daarom moet hij try-out zijn. Maar dan gaan we naar hem vragen. Ja, is goed.